En nog meer muziek met de volgende mensen op mijn bank. Bram, Lieselot en Toon, van harte welkom allemaal. Jullie zijn van het Hermes Ensemble. Bram, misschien even schetsen wie dat zijn? Het Hermes Ensemble is een hedendaags klassiek muziekensemble in Vlaanderen. Ja. En zij hebben momenteel toch wel een heel grote carrière. Ze spelen tegenwoordig zowat overal in het buitenland ook. Mm-hmm. En die mensen die hebben een hart voor hedendaagse klassiek muziek. Ja. Vandaar dat die ook jongeren daarin willen betrekken. Ja, want jullie hebben een uniek project gedaan. En dat heeft daar alles mee te maken. Hè? Vertel eens. Ja, het project The Times They Are Changing, dat is niet alleen een nummer van Bob Dylan, maar dat is ook de titel van het project. Ja. Nu, ik ben zelf componist en verbonden aan het Hermes Ensemble in de vorm van opdrachten aan hen, die ik dan moet schrijven. En er is ooit een project geweest waarin ik zelf iets mocht invullen. En ik heb toen gekozen voor een project met jongere componisten tussen 12 en 20 jaar. Dat is heel jong, hè? Dat is heel jong, maar die mensen bestaan. Ja. En er bestaat niet zoveel voor hen. Neem even het voorbeeld, een jonge die 14 jaar is en viool speelt of fluit of trompet, die kan in een jeugdorkest terecht naast de lessen in de muziekschool, bijvoorbeeld. Ja. En die doen zelfs tournees naar het buitenland met die jeugdorkesten. Nu, een jonge componist die moet eigenlijk het op zijn eentje doen. Mm-hmm. En die kan daar natuurlijk in gesteund worden in de muziekacademie. Maar het echte werk voor een componist, het echte leren componeren, dat doet men toch door de muziek echt te horen, die de praktijk, je zelf hebt geschreven. En het gaat niet over op de computer maar wat doen, het gaat over echt een partituur schrijven voor mensen die instrumenten machtig zijn en dat echt uitvoeren. En die kans hebben jullie beiden gekregen, Lieselot. Vertel eens, is dat inderdaad waarom jij ingeschreven hebt? Ja, dat is nu de vierde keer dat ik had deelgenomen. Maar wat ik zo leuk vind aan dit project is dat we de kans krijgen om ons werk echt te horen door een heel goed ensemble. En dat was een schitterend gevoel. Ja, dat kan je thuis in je living niet doen, natuurlijk. Nee, op de computer gaat dat zo niet, nee. Nee. Toon, en hoe zit dat bij jou? Wat heb jij daaruit gehaald? Wel, ongeveer hetzelfde hier in het eerste geval. Het zijn professionele muzikanten, het zijn fantastische muzikanten. En het is gewoon heel interessant om met hen dan samen te werken aan uw stuk. Daar leert je ook uit voor de toekomst. Een hele ervaring geweest. Ja, en natuurlijk het publiek krijgt jullie stukken te horen. Vorig jaar begin dit jaar, wanneer was het precies? In de loop van januari. In de loop van januari. Ja. Ik ben helemaal in de war met mijn data. In ieder geval is dat gebeurd en daar hebben we beelden van. En zo gaat dat dan. En dan krijgen jullie je stuk te horen. Kunnen jullie het ook laten horen aan familie, vrienden? Dat moet toch wel iets met jullie doen, denk ik. Ja, dat vind ik geweldig. Aan iedereen laten zien van dat heb ik gemaakt. Ja. En zouden jullie hier graag in verder gaan? Toon, hoe zit dat bij jou? Heel graag eigenlijk. Ik zou graag verder iets met compositie gaan studeren. Eventueel in combinatie met mijn eigen instrument of zo. Maar ik ben wel van plan om daarin verder te gaan, ja. Ja, ik denk dat het ook wel eens zou kunnen komen, hè? Dat het zou kunnen lukken. Ik ben ervan overtuigd dat dat zo is. Ja. Ik wens jullie heel veel succes. Bedankt dat jullie erbij waren.